stop. Oh my god. Dus even normaal. We hebben het. Oh. Oh. Cynthia, zijn niet kapot, Vincent. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en het is vandaag weer bizar vroeg. Je kan het zien aan mijn ogen en je kan het horen aan mijn stem. Ik heb nog steeds echt weer een zieke ochtendstem en mijn ogen staan gewoon nog niet open. Het is momenteel 8 uur en ik moet om 8:30 in Zaandam zijn, want vandaag hebben we een speciale opnamedag voor Brugklas. Namelijk We Love Brugklas, zo heet het, We Love Brugklas, en het is een soort van reunie, omdat Brugklas 10 seizoenen bestaat. Iedereen uit vorige seizoenen komt ook vandaag, of nou, net trouwens niet eens vandaag. Maar volgens mij zijn er ook al eerder mensen geweest op een andere dag voor opnames. Maar ik zit vandaag met Sterre, Daan, Claire en nog een paar anderen die ik eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit heb gezien of niet ken eigenlijk. Maar wat wel erg leuk is, ik ben straks hier met Sterre. En Sterre was natuurlijk in Brugklas jarenlang mijn vriendin. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik ben nu lekker onderweg. Ik ga mijn bril opzetten, want het zonnetje schijnt. En volgens mij zijn het geen normale opnames, maar zijn het een soort van meer interviews en reageren op oude video's en dat soort dingen. Het zijn meer social opnames dan echt Brugklas afleveringen. Maar goed, we gaan er naartoe en we gaan zien wat er gaat gebeuren en wat we gaan doen. Zo zijn we weer. Weer op de set bij Brugklas. En dan moeten we natuurlijk even een coronatest doen. Want anders dan gaan we alles hier besmetten. En kijk eens wie er is. Mijn grote vriendin. Vond je het gek? Ik liep naar binnen. Ik dacht echt, wat the fuck? Ik vond het zo raar dat ik die gang weer opliep. Ja, ik heb toevallig 2 weken geleden een opname dag gehad. Oh hier. Ja, ja. Maar dit was wel echt raar. Het blijft gek, hè? Ja. Maar we zitten nu in dat lokaal. We zitten niet meer in de lerarenkamer. Dat vond ik een beetje jammer. Wat bedoel je? We zitten in dit hok hier. Daarom liep je daarheen. Ik liep daar. Niet meer, niet meer daar. Waar is iedereen? Ja. Kom, schat, daar gaan we, daar gaan we. Oh, dit is een dik stokje. Oh, lekker. Ik ga zo hard lachen als ik jou weer positief. Hoezo ga je dan lachen? Nou, ik denk dat het gewoon... weggestuurd. Nee, dat is sowieso van een paar weken geleden. Nee, maar vorige keer was... Oh, kut, wacht. Het gaat niet om... Het gaat om... Het is ook veel te vroeg voor mij. Het gaat wel echt goed, hè? Ja, gaat wel zo. Ben jij een ochtendmens? Ja. Oh, ik dus echt totaal niet. Dat wist ik wel. Moet je nagaan dat ik hier niet eens dat ding open kan krijgen. Oh. We zijn negatief. We mogen weer. Yay! Yes! Dan gaan we. Ik ga dit eventjes opruimen en dan gaan we lekker naar de lerarenkamer. En ik heb trek in. Nou, jij hebt ook trek. Yeah. Moet even eten. Maar ik vind het wel lief van je dat je gaat opruimen. Ik vond het lief van plan. Ik wil het wel doen. Ja, laat hem gewoon zo liggen. Sterre die heeft hier een filmpje op haar telefoon van mij en Saber dat we al dat stuk gingen. En wij konden zeg maar echt 10 minuten lang stuk gaan om hetzelfde. Maar ik ga hem eventjes in beeld brengen, dus hier komt hij. Ja. Oh, absoluut. Dichter bij vrijdag. Wat is een ander woord voor obvious? Nee, ja, obvious is Engels. Er is geen ander woord. Dat stond duidelijk. Weet je wat Nee, dat is gewoon klaar, joh. Flikker op, man. Doe even normaal gedraagje, eikel. Hé, hey, wat duidelijk? Duidelijk is dat ik jou straks ga verslaan met die fitness test van Bol. Wat doe ik dat? Dit is niet leuk. Dit gaat gewoon niet expres. Jongens, kop. Jezus, Saber. Oké, Jesse, blijf staan. Daar zijn we weer, Ster. Hoe voelt het nou? Gek, spannend, interessant, weird, ik weet niet hoe het te veel. Dat is echt een standaard ding. Hoe voelt het nou om hier toch te zijn? Ja, leuk. Echt gezellig. Nee, maar het is wel elke keer naar... hier heb ik hier in Marcelle gedaan, we hebben over een film gedraaid. En we waren net in de computerlokaal en daar zat ook met Niek, heb ik daar een fucking ruzie gehad. Oh. Mag ik dat niet zeggen? Nee, hè? Jawel, tuurlijk wel. Ja. Kijk dan, wat een leuke interview setting. Zie je al je hoofd? Ik zie mijn hoofd. Ben jij dit? Nee joh. Als je lijkt over dat... Dit ben jij niet, toch? Kijk. Huh? Oh, dit is mijn baby. Ik dacht, dit ben jij van vroeger. Maar... Waarom heb ik dan weer zo'n ouder? Kijk, ik vind dus dat hij hier dus een beetje lijkt op Robert De Niro, maar dat komt vooral door zijn haar. En niet qua gezicht, maar gewoon zijn haar. Dit is toch helemaal... Je kan zo in de Het lijkt wel een beetje. Laat het eventjes... Laat even... Ja, 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 best wel, denk ik toch. Ja, ik zie het zelf niet, maar goed. Maar als je zo oud wordt, heb je niks te klagen. Nee, toch? Stel nou, ik word zo, als ik later, weet ik veel, 70 ben of zo. Dan, dat vind ik niet erg.
Wat is dit dan? Dit ben ik ook. Ik lijk hier op Sinterklaas of zo. Jongens, wat een gezelligheid. Ik blijf even op afstand, aangezien jullie nog allemaal in afwachting zitten voor de coronatest. Maar wat leuk dat we er allemaal weer zijn. Elke acteur die vandaag hier is, moet natuurlijk een coronatest doen. Want als er iemand positief is, zou het een beetje stom zijn, want dan is straks iedereen hier positief. Alleen het geluk is, Sterre die heeft ook al corona gehad. Ik heb ook al corona gehad en waarschijnlijk heb ik dus Sterre corona gegeven. Want wij hebben elkaar in de tijd nog daarvoor, zeg maar, toen ik nog niet positief was, heb ik toen Sterre gezien. Dus toen had zij het ook. Dus dat is al heel erg jammer. Maar wij kunnen het sowieso niet meer krijgen de komende 2-3 maanden, sowieso niet. Alleen het is toch eventjes handig om te testen. En zoals je net zagen, Daan, Claire en Mickey zitten ook in de test. En die hebben waarschijnlijk ook geen corona. Dus we mogen met z'n allen weer draaien. Wel een zware werkdag. Ontzettend. Zit je lekker? Ja. Oh, ik zit eigenlijk ook wel goed. Goed weertje vandaag. Ja. Goede temperatuur. Ja. Zon schijnt vol. Ook fijn. Ik denk niet dat wij mogen klagen. Nee. Nee. Nou jongens, nog even doorzetten. Jongens, het legendarische schoolplein. We zijn er weer. Ster, hoe voelt dat nou? Ster, hier komen. Al die camera's op de grond. Jongens, we gaan allemaal leuke spelletjes doen. Omdat het is vandaag geen normale opnamedag en we gaan geen scène spelen, maar we gaan allemaal spelletjes doen. En hier gaan we wie is wie doen, of wat is wat. Laat eens heel even die gang zien die Noah heeft aangegeven. Oké, ik ga het even laten zien. Hij is heel trots, op de gang. En het leuke is, kijk eens jongens, dit is de brugklasgang. En in elk lokaal, je hebt daar een lokaal, daar een lokaal, daar een lokaal en daar een lokaal. En elk lokaal is gewoon een ander spel. Oh my god! No way! David, dit was zeg maar jouw promotie voor de mooie gang. Promotie vanaf 30 augustus, elke dinsdag op het YouTube kanaal van Brugklas. Hey, let's go! Na de spelletjes en na het harde werk hebben we weer een lekker broodje verdiend. We gaan lekker lunchen. Maar brood, je zit de hele dag. Echt niet, ik doe fucking veel vandaag. Ja, zitten ze heel vermoeid. Oh. Oh my god. Doe eens even normaal. Waarom zit jij mee, helemaal? Waarom doe je dat nou? Vincent. Jij bent te laat, hè? Zijn die mensen bij jou te wachten? Nee. Heb je mij gemist? Dat weet ik. Wel, hè? Je kan niet ontkennen dat je mij niet hebt gemist. Wat een gezelligheid. Alle generaties bij elkaar, jongens. Wat leuk. Daan, wat heb je nou gedaan, man? Ja. Vind je dit normaal? Nou, weet je wat het is? Vind je dit nou echt normaal? Is dit een manier waar je omgaat met een klaslokaal, zeg maar? Nou ja, het ligt eraan. Als het wiskunde is, zeker wel. Cynthia, zei niet kapot, Vincent! Ja, er is hier één dag. Ik was het niet, het was Sterre. Oh, yeah. Het was Sterre. Die zeg maar met een soort van jullie crew. Komt u maar verder. Dit is de Brugklas Tour. We hebben aan de linkerkant hebben we hier kluisjes. Aan deze kant hebben we ook kluisjes. Mevrouw de Jong, nog maar even door. Aan de linkerkant hier hebben we het schoolplein. Hier staat David. Hier staat David. En zoals je ziet heeft David ook een camera in zijn hand. En dit is meestal de... Hier filmen we mee. Dat noem je een camera. Oh, wat is dit dan? En dat... Amateur. Dat is een vlogcamera van Esso Knol. Ja. Nou, we gaan verder met de tour. Ja, vlag is een beetje... Hij is nog kapot. Ik dacht dat we een mooie tourvlag. Maar wat doe jij? Vlag van de zee. Goh, Roem Vost. Nee, maar luister. Heel even wachten hoor, want jij hebt dus nu ook een tour. Geef jij dus ook nu een Brugklas tour? Ik dacht dat ik de enige was hier. Nee, maar kijk, wij hebben een goede tour. We hebben een leukere tour. Oh, jij bent de groene van de groene tours. Ik ben zeg maar de exclusive. Wat laat je allemaal zien dan, hè, hier op deze school? Dingen die jij niet kent op deze school. Wat dan? Zoals? Geheime plekjes, bepaalde mensen, verstopplekken. Bepaalde mensen. En de inhoud van kluisjes. Nee joh. Ja. Oh, dan heb je wel een betere tour. Oké, nou dan stop ik mijn tour. Ik dacht, maar kunnen we even switchen van vlek? Nu mag jij de exclusive tour. Oh, nu heb ik de exclusive tour. Oké, top. We doen een soort van spelletje en iedereen heeft zijn eigen kleur, vlag. Ik heb geen haar van. Deze is van ons, Ster. 3, 2, 1, go! Ah! Kom op, Ster! Ja! Ik heb zweet al, ik kan dit niet. Hij zit helemaal vast, joh. Doe.
Ja, ik gaf het op. Ik gaf het op, dus daarna boeien. Doe het! En wat zeggen we dan? We zijn... Klaar! Yes, we zijn weer klaar. Alle leuke interviewtjes, spelletjes, gekke dingetjes staan er weer op. Dus we zijn gewoon weer klaar. Hé, hey, besef wel dat dit misschien wel echt de laatste keer kan zijn dat je hier rondloopt. Nee, maar ik vind het wel een goede afsluiter. Ik vind het ook een leuke afsluiter. Met veel confetti, gekkigheid. Jij kreeg die confetti trouwens niet over. Ik heb het gefilmd. Heel gênant. Nou, hij was ook wel echt lastig, hoor. Ik vond het heel fijn dat Vincent ook niet lukt, want ik dacht, ik ben echt heel slap. Nee, maar hij was ook echt lastig. Ik moet ook eerlijk zeggen, mij lukt het ook niet fijn. We zijn gewoon allebei slappelingen. Ik kan het wel verdienen. Tomme. Zo, we zijn klaar en we gaan de deur uit. En ik zei net ook al tegen Sterren, misschien is dit wel de laatste keer dat ik hier ooit ben geweest. Want ik had eigenlijk al verwacht dat ik hier niet meer terug zou komen. Maar toevallig. Toch nog teruggekomen voor speciale opnames voor de online. Dus dit komt allemaal nog online. Het wordt hartstikke leuk met allemaal leuke challenges, leuke interviewtjes. Dus het wordt hartstikke leuk. Maar ik sta nu weer voor mijn auto. En ik ga lekker naar huis. En ik ga genieten nog eventjes van het heerlijke weer. Want de zon schijnt fantastisch. En dan ben ik blij. Heerlijk in de auto. En oh, ik moet trouwens ook nog tanken. Ik heb nog 50 kilometer. Maar vanavond ga ik lekker eten samen met Ruben en met Danny in Haarlem. Dus het wordt hartstikke gezellig. Maar wat ik net ook al zei, de zon schijnt. Ik ben vroeg klaar. Het is nu 4 uur en ik zou pas om 6 uur klaar zijn. Dus we zijn al 2 uur eerder klaar. Dus ik ga lekker naar huis en genieten van het weer. En vanavond lekker eten. Kijk eens eventjes. We zijn weer thuis. Goeiedag, jongens. En kijk eens wie daar is. Sput. Nou ja, zeg. Hey. Petit. Zo, ja, lekker. Dat is van jou, jongen. Hey. Ja, Sput. Kijk maar even. Jou. Dat is van jou. We gaan lekker eten zo, Ruud. Oh, gezellig, jongens. Oh, je hoort een geluid onder de barbecue. Nee, hij zit onder. Hij zit hier. Ik zie hem. Ja, ik zie hem. Nee, hij zit hieronder. Hier, wacht. Oh, hij loopt daar. Waar? Op die rand. Ja. Kijk. Hey, oh, yo. Hier, daar gaat hij. Tiktok. What the fuck? Gewoon een muis. Waar gaat hij heen? Volg hem. Hé? Dat was echt vaag. Waar? Gewoon zo'n dakgoot of zo. Ja, ik denk dat hij ook ergens hier woont. Zo, wij zaten hier op het bankje en opeens hoorde er... Hey. Zit gewoon een... Ja, hij doet helemaal niks, hè? Nee, hier. Hey. Moet jij niet wat doen? Jij bent toch een kat? Dan hoor je toch achter die dingen aan te gaan? Ruben en ik hebben net een TikTok opgenomen. Let op, komt-ie. Ik maak niet heel vaak TikToks, maar soms zie ik dingen voorbij komen en denk van, ah, dat is best wel grappig en dan wil ik het ook gewoon doen. Dus we hadden net een TikTok gemaakt, dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Jongens, ik heb hier dus een shirt aan van Babe, van Bathing Ape. En het is dus een Glow in the Dark shirt. En ik wist het even, ik was het vergeten dat ik deze had. Dus ik loop zo nu hier de dingen in. Moet je eens kijken. Hey! Ik weet niet of jullie het goed op camera zien, maar nu is mijn shirt helemaal glow in the dark met allemaal stipjes. Misschien moet ik deze een keertje aandoen als ik uitga. Dat ziet er best wel vet uit. Dus in de club als het helemaal donker is en dat ik dan alleen maar van die stipjes heb. Maar ik was gewoon vergeten dat ik dat had, joh. Ik wist niet eens dat glow in the dark was. Maar goed, hey, lachen. Kijk eens wie er is aangekomen. Dennert van den Berg. Hallo jongens. Dennert is eindelijk Hallo een keer kijkers. Dennert is eindelijk een keer naar Haarlem gekomen. Ja, wat een pokkend. Hoezo wat een pokkend? Ik kom toch ook altijd naar Rotterdam? Dat is normaal. Hoezo is het normaal? Hè? Oh, dat vind je het normaal dat ik het voor jou rij? Ik heb trouwens weer mijn zwarte velgen terug. Die zijn een tijdje weg geweest, want ze moesten weer helemaal gemaakt worden. Ze werden weer helemaal zwart gemaakt. En er zat ook een deuk in de achterkant. En ik ben een keer op een drempel gegaan en toen was hij zeg maar ingedeukt. Dus dat is nu weer gefixt en het ziet er weer een stuk beter uit. Oh, ik stap lekker bij Dennert in de auto. Gezellig. En in de andere auto zitten Ruben en pap. Hallo, doei. Mijn pa die zou met mijn moeder gaan eten op het strand. Ja. Met de tantes en met de zussen van mijn moeder. Links. Zeg mijn pa opeens van, Boor, gaan eigenlijk de zwagers ook mee? Nee, alleen de zussen zijn er. Ja, nou, maar dan ga ik niet mee. Dus mijn vader zo, kan ik niet met jullie mee naar, kan ik niet met jullie mee eten? Schat, anders dat hij... En dan ging je nog aan mij vragen of jullie pa mee mocht. Ja, tuurlijk, ja. Ik moest ook even over nadenken, hoor, eerlijk. Ja, snap ik wel, want ik bedoel, het is wel een moeilijke man. Het is een heel moeilijke man. Kijk eens even, daar zitten we lekker aan tafel. Met de mannenavond. Ja, heb je weer wat te zeiken, Dan? We hebben wel wat te zeiken, maar... Nee. Laten we het houden. Oh, lekker. Papa is ook gezellig mee. Ja, fantastisch. Nee, we zijn lekker uit eten en... misschien dat we straks ook nog iets leuks gaan doen in Amsterdam. Ik weet nog niet zeker, maar we gaan eerst even lekker eten. Zo, wij zijn weer lekker thuis. We zijn na het eten naar Amsterdam gegaan, hebben daar een biertje gedronken en we zijn nu weer lekker thuis. En ik wil hierbij ook de vlog afsluiten. Vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.